Het onafhankelijkheidsplein is echt van de gemeenschap. Mensen komen daar bijeen in lief en leed, zegt Kawita Jiawan, student van de mastergeschiedenisopleiding van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Jiawan verzorgde afgelopen zaterdag een presentatie in het Nationaal Archief over haar onderzoek naar de meerwaarde van het onafhankelijkheidsplein voor de gemeenschap. Mensen kwamen altijd al in lief en leed bijeen op het plein, ook in de koloniale periode. Dit maakt dat het plein symbool staat voor eenheid en inclusiviteit. De bevolking kwam bijeen voor de confriaris. Dat zijn de herinneringen toen van de mensen uit de koloniale periode. Zijn dat de activiteiten, een van de bekendste activiteiten. Maar als we heden kijken naar de activiteiten, we komen daar ook bijeen voor nationale feestdagen, voor culturele festiviteiten, religieuze, denk aan de Alakonde Sweet Watra, Diwali, Vieren Lustig Festival, maar de gebedsdiensten van de moslims, volkskerstzang, maar ook voor sport. Dus daar komen we bijeen. Maar we zeggen ook, we komen daar bijeen ook om onze ontevredenheid te uiten. Bijvoorbeeld voor protesten, voor het betogen. En daarom zeggen we, het onafhankelijkheidsplein is echt van de gemeenschap. Jiawan haalde ook aan dat er meer inspanningen kunnen komen om de gemeenschap beter te interesseren in hun eigen verleden. Er moet gebruik gemaakt worden van mogelijkheden om de geschiedenis te actualiseren voor het publiek, zodat ze zich betrokken voelen. Een eerste stap is volgens Jiawan, die ook geschiedenisleerkracht is, het wijzigen van het curriculum van het geschiedenisonderwijs. Te beginnen met het implementeren van educatieve tochten. Zodat die kinderen die geschiedenis anders beleven. En dat, dat ze dus kennis maken met verhalen van mensen. Bijvoorbeeld over hun familienamen. We zijn ook laatst vanuit de school gegaan naar Jonas Savannah en daar vertelde de gids over de verschillende familienamen. En hij kon wat vertellen over elke familienaam. En dat interesseerde de leerlingen echt wel. En dat is dus geschiedenis op een andere manier. En ik denk dat we daarmee moeten beginnen. Jiawan zegt dat er naar mogelijkheden gekeken moet worden om de aandacht van jongeren vast te houden bij het vertellen van verhalen uit het verleden. Het onderzoek dat Jiawan heeft verricht is in het kader van de module Publieksgeschiedenis, die de brede bevolkingslagen toegang moeten geven tot hun verleden.